Goedemorgen, middag of avond. Welkom terug bij Skyrim. Hier waren we inderdaad gebleven. Deze draak waar onze leven zuur maken. En we hebben niet eens goede gear bij ons. Dat is wel een beetje vervelend. We hebben niet eens potions, we hebben niks. We kunnen het beste een beetje wegrennen, ben ik bang. Oh, kom op. Als hij landt, dan heb ik een kans. Maar zolang hij in de lucht blijft, ben ik compleet machteloos. Oh man. Ik ga proberen naar wat meer open gebied. Misschien forceert. Ja, hij landt. Oké, daar gaan we. Nee. Hij is veel te sterk voor ons. Veel te sterk. Wegwezen. Wegwezen hier. Oh man. Dit is een fantastisch slecht begin van de aflevering. Oké. 5 is het, hè? Ja. Mooi. Ik ga over op mijn andere tactiek. En dat is onzichtbaar worden. Ik weet niet eens waar we zijn. Oh, snel. Shout. Hoppa. Geen idee waar we zijn. We zijn waarschijnlijk in de buurt van... Holy shit, nog aan toe. Oké, wapen weg. En nog een keer. Fime, jongen. Fime. Dit is de zee. Dit is de noordelijke kant van de map. Oké, die draak is druk aan het vechten met een beer. Misschien is dat de afleiding die ik kan gebruiken. We kunnen altijd deze grot in om te schuilen. Dat is niet eens een slecht idee trouwens. We gaan deze grot in. Ravenscar Hollow. Geen idee wat hier binnen is, maar het kan niet zo erg zijn als een draak. Ja, het is vervelend als je niet je goede gear bij je hebt. Zoals sterk armor. En je kan niet meer in een weerwolf veranderen, omdat je dat al een keer gedaan hebt. Ja, dan wordt het een beetje lastig. We kunnen hier tenminste eventjes op rust op adem komen. Even een snelle inventory check. Wat voor wapens en spul hebben we bij ons? Ebony boots of dwindling flames. Dat is goed, dat is heavy armor. De rest is allemaal elven light. Ja, ik heb geen... natuurlijk party boots. Ring of destruction, dat is prima niet dat ik die ga gebruiken. Maar goed, die hebben we tenminste. Hebben we een zwaar tweehandig wapen? Nee. We hebben nog wel een potion. Dat kunnen we nu wel gebruiken. En een rabbit haunch, prima. Ook geen boeken die ons kunnen helpen. Nee, geen misk, helemaal niks van dat soort. Niks waarvan ik zeg van dat hebben we nu nodig. Goed. We gaan deze grot eens even bestuderen. Kijken of we hier nieuwe gear kunnen vinden. En misschien kan die gear ons helpen met overleven. Ik heb een nieuwe gewoonte gemaakt in dit spel. Om altijd maar onder water te kijken. Want het gebeurt heel vaak dat er gewoon ergens een kist onder water ligt. Dat is een soort van signature van dit spel. Je hoort nog steeds die drakenmuziek. Dus die draak die is waarschijnlijk nog steeds aggro. Zoals ze dat in de gamewereld zeggen. Hij is waarschijnlijk nog steeds agressief op mij. Ik probeer deze traps een beetje te ontwijken. Want... Hagravens. Maar als die draak nog buiten is, dan heb ik echt een beter wapen en betere armor nodig. Dus mijn sneak is bar en bar slecht. Dus dat heb ik echt tegen me. Ik probeer hier wel te sneaken, maar dat heeft helemaal geen nut. Maar ja, nood breekt wet, jongens. Nood breekt wet. Oh. Shit. Het zijn er twee. Twee Hagravens. Oh nee, een Hagraven en een spin. Oké, fuck it. Hoppa. De spin is verleden tijd. Deze Hagraven overleeft het ook niet zo lang. Tegenover mijn geweldige... Hier, fine. Dan kun je me even niet raken. Dat is altijd fijn. Hoppa. One-handed increase. Dat is ook prima. Ja hoor, kom maar op. Het wordt een langdradig gevecht op deze manier. Maar goed. Hoppa. Kom maar. Heb ik nog iets waarvan ik zeg van, nou, dat kan ik nou wel gebruiken? Slow time is misschien niet een slecht idee. Hoppa. Want ikzelf word iets minder langzaam als de rest met slow time. Dus in principe word ik sneller tijdens slow time. Dat is altijd goed. Stomme Hagraven met je healing. Ik heb je hele gezicht al verminkt. En nog steeds sta je, omdat ik gewoon zo slecht ben met one-handed. Oh,
Dat was naar. Dat was zeer naar. Frost Salts kan ik wel gebruiken. Aggravated Claw. Feathers. Ravenscar Hollow Cage Key. Cage. Is hier een cage aan? Ik ben ook level up. Ja, ik weet het. Ik ga het zo doen. Wat is dit? Oeh. Een geheime passage. Niks gemist? Nee, oké. Wat is hier? Ja, rustig. Ik wil eerst even deze potions. Die kan ik wel meer dan goed gebruiken. Hallo, Help me get out of this cage. I don't know why those things lock me up, and I don't want to wait around to find out. One of those things has the key to this cage. If you get me out of here, I'll help you slaughter the rest of those crows. I'm glad they didn't find my lucky dagger. It's time to gut. Okay. Oh shit, er zijn nog meer. Oké. Oh ja, ja, ja. Team. Hup, oké. Hoppa. Stomme Hagravens. Of die andere Bandit Marauder nou ook eens eventjes wat schade gaat doen. Dat zou wel fijn wezen. Zou ik alweer Beast Form kunnen? Ik heb level up nog, zeg maar, als ik echt laag op HP ben. Dan kan ik op dat moment een level up doen. Wat ik ook kan doen is even stiekem in die kist achter je kijken of daar niet een two-hander weapon in zit. Nee. Oh, wel een Ring of Major Blocking, maar ik heb geen shield, dus dat maakt helemaal niks uit in principe. Nou, spel erbij geleerd, want waarom ook niet? Oké, hier zit dus niks nuttigs in. Fijn is dat. En jij gaat waarschijnlijk weer healen, hè, met je verrotte gezicht. Come on. Nee hoor, daar kom je niet aan toe. Niet als ik, er wat over te zeggen heb. Hagraven Claw, Hagraven Feathers. Oh, gaan we zo doen? Ik dacht het dus niet, hè? Ik dacht het dus niet, vriend. Oh, shit. Eerst even een level up, zodat we wat meer health krijgen. En, waar gaan we zo'n puntje in steken? Speech 50. Het is misschien handig om inderdaad merchant te hebben, zodat we niet meer bij één merchant alles hoeven te verkopen. Dan kunnen we gewoon bij iedereen alles verkopen. Maar daar wacht ik wel even mee. Dat is niet zo bijzonder nodig. Two-handed is altijd goed om te levelen. Skullcrusher 3. Welk level moet ik daarvoor zijn? 90, oké. Great Critical Charge kan wel even wachten. Misschien is Heavy Armor handiger om te levelen. Juggernaut kan ik nog niet. Oh, wat is dit? Cushioned. Geen falling damage of weinig falling damage. Oh, ik vind het, die menus vind ik belachelijk om te navigeren. Matching set. Maar dan moet ik level 70 voor zijn. Oké. Ja, ik kan ook nog niks in smithing. Enchanting doe ik niet aan op dit moment. Niet echt actief althans. Ik bewaar mijn perk gewoon even. En jij wil dood? Dat is prima, dat mag. Je bent een ontzettende backstabber. Ik red je en wat krijg ik ervoor terug? Deze shit. Hier, sterker nog. Ik ga je eens even laten voelen hoe wij omgaan met dat soort mensen. Oké, dat wou ik doen. Maar ik ga eerst wat potions of healing moeten zuipen. En ik ga eventjes mijn slow time shout moeten gebruiken. Had ik nou maar een two-hander wapen, dan was ik echt helemaal blij en tevreden geweest. Oh nee! Oké. Kleine moeite. We gaan hem eens even een lesje leren nu. En dan gaan we dan weer. Dit keer dual wielding. Hagravens moeten gewoon simpelweg dood. Hoppa. Kijk eens aan. Wat een effectieve strategie. Dual wielding. Fantastisch. Here we go. Dat is die andere. Is nog poison. Art of War Magic. Nou, vooruit lezen we ook maar even. We halen weer deze kist leeg, want er zal wel weer jack shit in zitten wat dat betreft. Ja, dacht ik al. Hagraven, huppa. Zo. Huppa, kijk eens aan. Gewoon één enkel probleem. Ja. Dat dacht ik dus niet dit keer.
En hij dacht van wel. En daar gaan we dan. Dit keer pakken we eerst die fucking Bandit Marauder aan. Dit is gewoon belachelijk. En ik voet op hem. Zo. Beter. Huppakee. Hagravens, geen enkel probleem in deze vorm. Hoppa. Hoppa. Zo doen we dat. Doeg, Hagravens. Everything you have all your life, wat dacht je hiervan, vriend? Hoppa. Zo doen we dat. En voeden. Gerenk. Dit pikken we toch niet? Allemachtig. Het heeft een paar keer geduurd, maar nu is hij ook dood. Zo, we vreten ook deze ork en die andere bandit die hier ligt, vreten we ook gelijk maar op. Voor de extra werewolf perks. Oeh, goed. Wat ligt hier nog allemaal? Ik kan het toch niet oppakken, want ik ben een weerwolf. En een weerwolf kan niks oppakken, want weerwolven zijn raar. Goed. Daar hebben we gelukkig een trucje voor. Even wachten. En dan auto safety en dan verander ik weer terug. Wauw, kun je nagaan. Mijn werewolf perk ging nog langer dan een uur door. Moet ik nog een uur wachten? Ja, dat is beter. Dat is beter. Oké, okay, daar zijn we weer. Crapulous BBZ is weer terug op de scene. Ja, eerst wil ik eens kijken wat hij allemaal bij zich heeft. Hagraven, dat snap ik. Bandit Marauder. Hij had het over zijn Lucky Dagger, maar het is gewoon een Dwarven Dagger. Dus dat is ook weer enigszins teleurstellend. Deze Hagraven nemen we ook alles van mee. We lezen wederom deze speltoom. Oh, man. Het is echt wennen als je dit spel speelt en je hebt niet je eigen gear. Dan moet je echt heel erg aan wennen. Weak poison, huppakee. Hier is nog een dude. Een bandit. Wijn, huppa, lekker. Fantastisch. We nemen de hele bende gewoon mee. Oh, zelfs een health potion. En een tweede. Als ik erbij kan. Ik kan er niet helemaal bij. Oh, vanaf hier wel. Zo. Ja, ze zeggen dat je die cage open moet doen voordat je erbij kan. Maar ik kan gewoon overal bij. Gewoon geen enkel probleem. Goed, kist is leeg. Dit is leeg. Hierboven was een passage, zag ik. Maar die leidt waarschijnlijk weer terug de cave in. Ja, nou prima. Geen enkel probleem. Caveje gehaald. We gaan nu ontzettend snel proberen te ontsnappen aan die draak. Als die er nog is. Ik hoor geen muziek meer wat dat betreft. Dus misschien is hij al weg. Maar als die draak er nog is, gaan we gewoon proberen te ontsnappen. Richting Riverwood moeten we volgens mij heen. Om ons spul terug te halen. Van Delphine. En dan hebben we daarmee ook deze quest beëindigd. Dus laten we dat maar gaan doen. Want ik heb al genoeg avontuur beleefd van... Oh ja, tuurlijk! Fuck. Hele... Oké. Okay. Doe maar alleen rechts. Wat had ik? Ebony Boots. Dat is het nadeel als je als... oh nee, Ebony Boots houden. Zo. Dat is het grote nadeel als je weerwolf bent geweest. Dan... verdwijnen al je spullen zeg maar weer uit je inventory. Dan moet je eerst weer alles aantrekken. Oké, we doen slow time. Hoppa, om ons eventjes wat meer tijd te geven. Sabercat is al bijna dood, gek genoeg. Misschien komt het ook van die draak. Zo kunnen we rondjes om hem heen rennen. Hoppa. Oké, Sabercat, ik neem je spul mee. Ik zie en ik hoor geen draak. Dat is goed nieuws. Dan kunnen we gaan fast travelen. We kunnen ook een level up. Doen we straks. Wederom. En weer geen perk. Weer gewoon health erbij. We gaan naar Riverwood, mensen. En we gaan deze quest eindelijk afmaken. Hallo? Delphine? Waar ben je, Delphine? Weer in je geheime kamertje? Dat iets zo geheim is, want je laat gewoon de kast openstaan. Dat is niet zo handig, Delphine. Zo. Hoppa. Prachtig. Delphine... Here I am. You made it out alive, at least. Your gear is safe in my room, as promised. Yeah. Did you learn anything useful? Absoluut. Ze weten niks over draken. That seems hard to believe. You're sure about that. Waarom zou je mij sturen als je me toch niet gaat geloven? You're right, you're right. I was sure it must have been them. If not the Thalmor, who? Or what? Dat weet ik niet, maar ze zijn op zoek naar iemand genaamd Esbern. Esbern? He's alive?
I thought the Thalmor must have got him years ago. That crazy old man. Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. Yeah. En wat zouden ze moeten met Esbern? You mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Esbern was one of the Blade's archivists, back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the Blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. Denk het niet dan, nee. Hij zal in Riften zijn, denk ik. Riften, eh? Probably down in the Ratway, then. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Talk to Brynjolf. He's well-connected. A good starting point, at least. Okay. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Okay. Just ask him where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. Wow. Okay, onze spullen. Waar zijn onze spullen? Hier. Yes, onze spullen. We hebben alles. What do you need, Dragonborn? Helemaal niks. Ik zit al even goed. Oh, ik neem dit allemaal wel mee als je het niet aangrent. Als een alchemist kan ik dat niet laten liggen. Garlic, huppa. Wat staat hier nog? Huppa. Nee, geef maar mee. Oh, Sven, kun je je mond even houden. En zelfs deze goudjes neem ik mee. Goed. Ik zal me weer eventjes weer even omkleden. Dat is beter. We zijn weer klaar voor avontuur. We hebben onze trusty hammer weer. Om mensen helemaal lens te slaan als het nodig is. En oh, wie is dit? Who do you think killed more rebels? Hedvar. You or me? Questor. Hedvar die herkent mij inmiddels als Questor. Ik was helemaal vergeten dat hij hier in Riverwood woont natuurlijk. Hedvar is degene die ons geholpen heeft in het begin. Voor degenen die het niet meer weten. En hij is een key figure, oftewel een hoofdpersoon in de oorlog. We kunnen deze Iron Ingots meenemen van hoe heet die ook alweer? Hey. Elvor. En even zien, hebben we nog een Potion of Fortify Smithing? Ja, die hebben we, nog eentje. Dan maken we onze boog ook eventjes iets beter. Zo. Dat scheelt mooi wat in de attack damage. En dan kunnen we tenminste ook een beetje aan ons archery gaan werken. Als het nodig is. Maar ik ga toch voornamelijk voor de hamer. Uiteraard. Goed, dus even kijken. Wat hebben we hier allemaal? Deze hoort op 3. Deze potion. Nee. Deze hoort op 3. Deze hoort op 4. Ja, je moet het dan allemaal weer terugzetten natuurlijk. Become ethereal is 5. Slow time is 6. The ring of her scene... Dus ga ik weer eventjes op 7 zetten. Favorite en op 7. En 8 is dan... Wat was 8 dan ook alweer? Daar had ik er ook eentje voor, maar die weet ik niet. Volgens mij was het Voice of the Emperor op 8. Magic. Shouts. Maar die kan ik waarschijnlijk... Nee, power is dat. Dat is een power, ja. Maar die kan ik inderdaad niet gebruiken op dit moment... Heb ik al gebruikt vandaag. Mooi. We zijn klaar met deze quest. We kunnen nu naar Riften gaan. Voor die quest. Om Esbern te zoeken. Maar we gaan eerst eventjes langs Riverwood. Even wat spulletjes verkopen. En dan gaan we even langs huis. Om het spulletjes weg te brengen. Etcetera, etcetera. Dus ik was even aan het rondkijken in Whiterun. En ik heb nog een quest openstaan. Voor de companions van Jorvasker. Dus laten we daar maar aan beginnen. Maar eerst even dit. Laten we daarna gaan beginnen. Ik heb hem al in mijn journal gezet. Hij heet Retrieval. En het gaat over de losse stukjes van Woothred. Jullie weten nog wel Woothred, die grote bijl waar we naar op zoek zijn eigenlijk. Whiterun is trouwens echt helemaal verwoest door die aanval hier. Dat is niet normaal. Dit is nog wel aardig oké, maar daar rondom de Gildegreen is echt enorm veel schade aangericht. Waar moeten we heen? Waar gaan we heen, vrienden? Eens even kijken. Hier. In Orodheim. We hebben hier een waypoint vlakbij. Nou, vlakbij. Swindler's Den. Laten we daar naartoe gaan en vanaf daar reizen. Het is een prachtige dag in het land van Skyrim om een mooie trektocht te maken. Vlindertjes fladderen lekker. En ik
ruk ze uit elkaar en haal hun vleugels eraf, want zo ben ik. Ja, sorry. Ik kan er niks aan doen. Even kijken, wat hebben we hier? We hebben hier die rivier en het lag aan deze rivier, dus het kan niet ver weg zijn. We hebben hier... Oh, nu ik er trouwens over nadenk. Ik heb deze boog, heb ik geenchant met Soul Trap. Dus we kunnen eindelijk wat Soul Gems gaan vullen. Ik heb de Soul Trap heb ik op 1 seconde ver staan. En dat houdt in dat ik ze moet... Oh, dat is de verkeerde knop. Oh, hallo, daar heb je een cybercat. Of een sabercat moet ik zeggen. Niet een cybercat, dat zou een beetje raar zijn. Als ik zijn ziel wil hebben, dan moet ik hem dus vermoorden met de laatste pijl. Hallo, sabercat. Wacht, kom op. Ik vind het raar hoe je aim sensitivity enorm omlaag gaat terwijl je aan het richten bent. Want kijk, dit gaat heel snel. Maar nu ben ik aan het richten, gaat het langzamer. Maar goed, maakt niet uit. We hebben Iron Arrows, dus dat is ook niet echt geweldig. Misschien dat we binnenkort eens wat betere arrows. Alleen, het is, ja, het blijft archery en zoveel archery ga ik niet doen. Kunnen we die raken? Nee, te ver weg. Iets hoger richten. Nee, wart hem niet. Wart hem niet. Goed, ja. Ik heb deze dus voor onze Black Soul Gems. Want die moeten we toch een keer gaan bijvullen. En vooral onze Azura Star. Dat is natuurlijk de belangrijkste Black Soul Gem die we hebben. Hier nog wat van die vlindertjes die ik wel graag wil hebben. Monarch Butterflies. Oh, waar zijn jullie toch? Ze vliegen alle kanten op. En als je eventjes in de zon kijkt, dan ben je weer helemaal verblind. En dan zie je niks meer. Oké, het moet hier in de buurt zijn, die cave. Laten we eens even kijken. Dus dit is Oro Time. Nou, ik heb wel eens gezelligere plekjes gezien. Met minder dood. Oké, let's go. We gaan een nieuw deel van Wuthrad ophalen. En dat doen we voor de companions. Voor onze weerwolf bloed. Voor onze questline van Jorvasker. En het liefst vandaag nog. Yes. Oké. Het stikt hier gelukkig van de mushrooms en andere ingrediënten. Dan kunnen we straks... Oeh, hallo. Zullen we dit eens proberen? Met onze boog? Kijk hoeveel schade we doen. Waarschijnlijk echt helemaal niks. Maar hebben we tenminste een black soul? Dat is misschien ook wel wat waard. Kijk, een black soul. Fantastisch. We hoeven eigenlijk niet zoveel van wat je allemaal hebt. Want je hebt allemaal slechte spulletjes, meneer de Silverhand. Ja. Oh, gaan we een boogduel houden? Ik vind het prima. Maar dan win ik wel. Hoppa. Zo doen we dat. En weer een zwarte ziel erbij. Die zwarte zielen zijn, zoals ik misschien wel eens heb uitgelegd in de vorige Let's Play, want die was heel erg enchantment en magic heavy. Enchanting en Black Souls, nou ja, Black Souls zijn in principe gewoon de beste zielen, samen met Grand Souls. Een Black Soul is namelijk altijd automatisch een Grand Soul, dus dat is super fijn. Goed. We zijn nu aan het sneaken en dat is niet echt in de spirit natuurlijk. Ik vergeet bijna Noord Meat mee te nemen. Silver swords zijn ook lekker wat waard hoor, moet ik toch eerlijk zeggen. We pakken gewoon weer onze hamer erbij. En we gaan gewoon weer... We hebben nu 2 zielen, dus dat... empty wine bottles? Daar heb ik toch helemaal niks aan? Verdorie. Anvil hebben we niet nodig. Oh, en ik pak per ongeluk de empty wine bottle op. Ja hoor. Ja hoor, weg ermee. Hoppa. Zo hebben we wat ingrediënten erbij. Ik kan wel bezig blijven met ingrediënten. Over hier. Oh, dat is mooi. Armor zeg. Meneer Bandit Chief. Don't mind if I do. Hoppa. Hoppa, en we slaan hem zo van de trap af. En nog een keer. Oh ja, val maar. Oh shit.
Hallo, waar kom jij vandaan dan? Jij hebt gelukkig geen enkele moeite voor mij. Oh, kom op. Niet nog een keer. Oh man, die feed animatie duurt te lang. Maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Geen enkel probleem. Oké, hier gaan we dan. Ronde 2. Oh, the bandit chief is too powerful. Oké. Dus die kan ik niet intimideren met mijn howl. Oh man, hij is echt sterk. Hij is vreselijk sterk. Oké, nog een keer. Waar zijn we? We zijn hier weer. Ja, ik moet nog een weerwolf worden. Oh, hallo. Dus jij bent er nu ook al, hè? Voor de verandering. Oké. Kan. Oh shit, hallo, doe. Weet je wat? We doen het wel eventjes gewoon lekker ouderwets. Met onze hamer. Volgens mij zit ik vast in sneak mode. Ik denk het wel. Ik weet niet waarom, maar ik zit vast in sneak mode. Oké. Want ik deed maar één soort aanval, zoals je misschien zag. Bandit's Journal. Hallo. Damn those giants. Just one mammoth would feed us for a month, but they herd them around like prized cattle, never taking an eye off them. We've hunted this area dry, unless we get a kill soon. We'll have to find somewhere else to camp. Oké, ik neem je mee. Nordic Carved Armor. En kijk die armorwaarde. Even kijken naar mijn eigen. Volgens mij is dat... Oh, volgens mij is dat voor mij iets beter. Namelijk, ietsje maar. Ik heb namelijk... Ja, het is iets beter, maar ik vind het toch cool. Ik neem het toch mee. Zo, die boots ook. En die War Axe, kan mij het schelen. En huppa, en huppa, huppa. Alles meenemen. Neem alles maar mee. Jou had ik al helemaal leeg geplunderd inderdaad. Jou nog niet. Briarheart, Cure Disease, True Shot, Fur Armor, Hide Boots. Huppakee, lekker puh. Er is nog iemand, zie ik. Ja. Kijk, zoals je ook ziet aan de manier waarop ik mijn boog vasthoud, zit ik vast in. Oh, hallo. Waar ga je heen dan? Ik zit echt vast in sneak. Ik zal zo even het spel opnieuw opstarten. Misschien dat helpt. Ja, dit spel zit vol en vol met bugs. Kun je donder op zeggen. Waar ga jij heen dan? Meneertje, Silverhand. Ja, dat is een muur, vriend. Ik kan niet veel zeggen. Ik kan echt niet schieten. Zie je dat? Ik soul trap die muur. Wauw. Kijk, let goed op die muur, hè. Soul trap. Zag je dat? Die gloeit eromheen. Wauw. Dat is echt fantastisch. Goed. Woothred. Fragment of Woothred. Atse flats. Dread zombie, waarom niet? Amulet of Standard. Dwindling Frost. Waarom niet? Neem de hele bende maar mee. Nog wat resist fire, wat bier. Orcish War Axe. Neem de bende maar mee. Een satchel, een impstoel. Nog meer impstoel. Wat is dit? Steel cuffed boots? Blech. Kijk. Ik kan nou alleen niet meer rennen. Dat is een beetje vervelend. Oh. Ik kan wel een rol doen. Zoals je misschien ziet. Zie, hij doet alsof je die rol doet. Die je leert van hooglevel sneaking. Maar die kan ik uiteraard niet. Maar goed, we zien wel even hoe en wat. Ik start zo gewoon het spel opnieuw op. En dat zal het ongetwijfeld wel fixen. Ik ben terug in Whiterun en ik zit nog steeds vast in sneak mode. Het spel opnieuw opstarten helpt er niet. Maar ik heb een idee. Er zijn bepaalde animaties die ervoor zorgen dat je gaat opstaan als je klaar bent. Zoals deze. En nu sta ik. Nu kan ik weer gewoon sneaken en weer normaal doen. Dus dit is een tip voor jullie als jullie ook die bug hebben in dit spel. En het spel zit vol met bugs, dus het zou zomaar kunnen. Als je vast zit in sneak mode, moet je even iets gaan doen waardoor je automatisch opstaat. En dat kan dus van alles zijn. Je kan een
Je kan inderdaad blacksmith tools gebruiken. Je kan in een stoel gaan zitten. Je kan volgens mij in bed gaan liggen. Nee, daar heb je geen animatie bij. Maar alles waar je zo'n animatie bij hebt, dat je even iets gaat doen, zou je in principe kunnen gebruiken. Alchemy table, enchanting table, een stoel, een bank, wat er maar in de buurt is, kun je gebruiken. Goed. Aayla, de Huntress, verwacht dat ik Wuthred terugbreng. Dus hier is je fragment. Zo. Another piece of glory. Good work, Shield Brother. Ach, kleine moeite. Kleine moeite. Wat is het volgende doel? Good that you're so eager. I've caught wind that one of the brighter silver hand has been sniffing around the rift. If you can sneak into their camp and steal her plans, we'll have the advantage. Ooh, spionage. Stealing plans. Dat lijkt me absoluut leuk om te gaan doen. Maar dat doen we niet vandaag, maar dat doen we de volgende keer. Academy TV.